I'm the little red rooster. Too lazy to call for day. I'm the little red rooster. Too lazy to call for day. Everything in the farmyard, but sad in every way. Woo! Hey Peetman, wist een goede middag. Goedemiddag Edwin. Op het bordes van de Schouwburg, maar dan aan de buitenzijde. Dat is weer eens een andere koek. Dat is heel koud aan je vingers. Ja. Dat haalt de subtiliteit bij sommige stukjes er wel een beetje uit. Ja, maar weet je, dat is ook de blues, toch? Dat is echt de blues. Ja, precies. Ja, hey, maar nou hebben we jou natuurlijk al vaker zien spelen en horen spelen en tralala. Ja. Maar nu zijn we hier eigenlijk voor de gitaar waar je nu op speelt. Want daar zit een heel mooi Middelburgers verhaaltje in. Vertel eens even. Ja, het begon met het verhaal dat ik speelde eerst altijd alleen. En ik ga sinds kort speel ik met een band. Speel ik ook in maart speel ik daarmee in de drukkerij op 23 maart. Welke band is dat? Met Loek van der Linden en Mark Blom. Dat is gewoon de Peetman band, zeg maar. We hebben nog niet echt een naam, we noemen ons de band. Maar misschien verzinnen we nog een naam. 23 maart in de drukkerij dus. Daar had ik een elektrische gitaar voor nodig, vooral voor het slidewerk. En ik wil daar iets bijzonders van maken. Dus ik heb bij Michael van der Wel in Goes heb ik een gitaar laten maken. En ik wilde er echt een Middelburgs tintje aan geven. En dat kon ook, want dit hele fretboard wat je hier ziet, dat donkere gedeelte van de hals waar die puntjes op liggen, dat is hout hier uit de Schouwburg waar we staan. Uit de oude Schouwburg, net voor de verbouwing? Ja, uit de zaal, bij die loges hingen die donkere latjes. Dat is dit, dat is wengehout. En daar is dat is hierin verwerkt. En dat vond ik zo'n leuk. Dat is fantastisch, ja. Vond ik zo'n leuk Middelburgs element, dat ik dacht van ja, er moet nog iets anders Middelburgs in. Dus zo'n speltje. Vanuit de jaren 50 daspeltjes, die heb ik in de... gewoon inge... In laten, ja... Dat heeft Michael heel mooi gedaan. Dat zou ik zelf nooit zo kunnen. Maar dan vraag ik me meteen af dat hout. Want er zit nog steeds van het donkere hout langs de muren. Ja. Van de. Maar hoe oud is dat hout? Is dat dan van de jaren 50 of 60? Of is dat nog van daarvoor ook? Dat zal ik nog eens moeten navragen. Het is in ieder geval heel oud hout. En dat is ook wat moet bij een gitaar. Want jong hout dat werkt. En oud hout dat werkt niet meer. En dan heb je ook, dan kan je gewoon lekker in het koude weer buiten spelen. Daar wil ik trouwens geen gewoonte van maken. Nee. Ja, hij reageert beter op temperatuursverschillen. Je wil altijd oud hout. Je speelt oude muziek, dat moet op oud hout. En dat hout van de kast zelf, dat is ander hout toch? Dat is pine, heet dat, pinewood. En dat is 150 jaar oud. En dat komt helaas niet uit Middelburg. Nee, laten we daar dan maar snel even opbouwen. Laten we ons hier op concentreren. Ja, en je hebt de gitaar, die krijgt soms ook namen, die heb je ook een naam gegeven? Ja, ik heb hem officieel laten registreren. Ik heb er ook een kaartje van nog. Hij heet de Middelburg Tennessee. Dat is naar mijn eerste solo EP. Die noemde ik Middelburg Tennessee. Dat was ook een videoclip, toch? Ook een videoclipje. Ja. Op de Spijkerbrug. Heel goed. Ja, ja, precies. Je klassiekers, hè? Het zijn nu ook klassiekers. Nee, daar heb ik hem naar genoemd. Dus hij heet de MT, heet hij. De Peetman MT. En misschien wordt hij wel in productie genomen. En zien we over een jaartje of 10 met de nieuwe Rolling Stones tournee. Die dan vast wel weer zal komen. Keith Richard op deze gitaar spelen. Dat zou ik wel een groot compliment vinden. Nou, Peet, ik vind dat jij voor een oude vlissinger, die sommige mensen nu eenmaal zijn. Ja. Maar ben jij behoorlijk aan het Middelburgeren. Ja, nee. En je gitaar dus ook. Pas wel goed aan. We komen luisteren in 23 maart drukkerij. In de drukkerij om 3:30. Check. Dankjewel voor je tijd en plezier. Ja.